Mijn verhaal begint 27 maart 2017 om 11:55, dat weet ik nog goed. Want dat is een datum die ik ook nooit vergeet. En vooral ook omdat dat zo een gepland moment is. Ik wist, om 12:00 ging de dokter bellen met de uitslag van mijn HIV-test. Alles ging door mijn hoofd. Ja, het kon zijn, want ik had een bewogen leven, maar tegelijkertijd hoop. Hoop in de zin, misschien is het dat toch niet. Dus ook naar het moment dat de telefoon rinkelt, die twijfel van neem ik op, wil ik wel opnemen, wil ik het wel weten, om dan toch op aannemen, oproep aannemen te duwen en te aan de stem van de dokter al te horen, het is mis. En op dat moment, ja, dan stort de wereld in. De eerste gedachte blijft dan, ja, het is gedaan. Hier stopt mijn leven, ik ga niks meer kunnen, niks meer mogen. Na dat telefoongesprek was ik blij dat ik geregeld had dat ik twee vrienden had die me konden opvangen. Ik had één vriendin die letterlijk naast de deur zat en mij opving. En één kameraad die op de hoogte was. En samen hebben zij ervoor gezorgd dat die eerste dagen dat ik niet alleen was. Ze hebben gezorgd dat ik eten had, dat ik buiten kwam. Maar ook hebben ze mij vaak de boodschap gegeven, je gaat niet dood. Het loopt zo'n vaart niet. Neem je tijd. Maar die boodschap kon ik niet toelaten. Die boodschap heb ik pas enkele dagen later kunnen toelaten. Op het moment dat ik ook mijn afspraak had bij de dokter in het HRC. En dat is nog zo'n moment dat ik nooit zal vergeten. Je komt binnen bij de dokter, hij gaat recht tegenover jou zitten en hij zegt letterlijk, wat ik nu zeg, mag je niet vergeten, moet je horen. Nee, je gaat niet dood, we leven niet meer in de jaren 80. En dat was voor mij het eerste moment dat ik kon toelaten. Inderdaad, ik ga niet dood. Ik ga mijn leven gewoon kunnen verder zetten. Op het moment dat ik de diagnose kreeg bij de dokter, zat ik in de AIDS-fase. Dat wil zeggen, mijn witte bloedcelwaarden waren heel laag. Ik zat op bijna nul. En mijn HIV-waarden waren heel hoog. Dat wil zeggen dat mijn weerstand van mijn lichaam zo goed als weg was. De dokter is direct gestart met medicatie. De antibiotica heb ik een jaar moeten nemen. Na een jaar is dat gestopt. Dat was vooral preventief om nieuwe infecties te voorkomen. Maar de HIV-medicatie neem ik nog altijd. Het is ook belangrijk om de HIV-waarden te blijven onderdrukken. En vandaag ben ik daardoor ook niet meetbaar. Dus dat wil zeggen dat ik het ook zelf niet kan overgeven. Ik vind dat ik vandaag een normaal plusleven kan leiden. En dit is een woord wat ik heel bewust gebruik. Waarom? Omdat ik vind dat HIV mij ook positieve dingen gebracht heeft. Ik heb nieuwe mensen leren kennen. Ik ben vrijwilliger geworden bij Sensoa, waarbij ik ook mensen die leven met HIV ook zelf nu kan ondersteunen. Ik ben ook moderator bij Positief Contact, een forum waar dat mensen ook online met elkaar in contact kunnen komen. En dat zijn hele rijke contacten. En daarnaast is mijn leven een gewoon leven zoals iedereen het kan hebben, maar met een andere kijk. Ik sta nu positief in het kwadraat en heb ook een manier gevonden om anderen die positieve boodschap te brengen. Ik sta veel in theater, ik ben veel met muziek bezig en ik gebruik dan zelfs, ik heb hem bij, ik ga hem laten zien. Ik gebruik dan ook mijn positieve hoed om letterlijk in een oefening aan mensen duidelijk te maken. Het leven kan je bekijken met verschillende hoeden op. En zet letterlijk eens een andere hoed op om ook anders te kijken. En zo kan je zien dat het leven meer is dan één hoed.